Het waterschap staat paraat voor flinke regenval. We zorgen ervoor en we zijn eigenlijk gesteld om nieuwe regenbuien weer op te vangen. Drukke dagen voor het waterschap. En wat betekent het nieuwe coalitieakkoord voor het Heuvelland? Goedenavond, dit is het Heuvelland nieuws van vrijdag 17 mei. Het was vandaag opnieuw een dag vol buien. Er valt zoveel regen dat er weer wateroverlast is. Het KNMI heeft ook voor vanavond code geel afgegeven. 2 weken geleden zagen we deze taferelen in het Heuvelland. En vanavond is het dus opnieuw spannend. Het waterschap trof vanochtend de eerste voorbereidingen. Onze inspecteurs die zijn de hele dag buiten. Die inspecteren alle regenwaterbuffers. Kijken naar duikers waar eventueel nog obstakels zitten in het kader van hout en dergelijke. We zorgen ervoor en we zijn eigenlijk gesteld om nieuwe regenbuien weer op te vangen. Drukke dagen voor het waterschap. Drukke dagen dus voor het waterschap, maar ook voor mensen in het Heuvelland die water kunnen verwachten, kunnen de komende dagen stressvol zijn. Wanneer je verwacht dat er water kan komen, kun je altijd actie ondernemen. Nou, wat je als burger zeker kunt doen, is zorgen dat je buiten stoelen, containers, je dieren, dat die in ieder geval droog staan en niet mee af kunnen spoelen. Binnen zorgen dat je waardevolle spullen omhoog staan, verhuizen naar de bovenste verdieping, hè, zodat het water wat binnenkomt in ieder geval niet schade daaraan veroorzaakt. Ik zou sowieso de website www.wachtnietopwater raadplegen. De hoeveelheid regen blijft groot. Zo is er in mei tot nu toe zo'n 90 mm gevallen. Normaal valt er zo'n 60 mm regen in heel mei. Maar we zien dus ook dat die buien die nu vallen eigenlijk de buien zijn die het nieuwe normaal worden. Nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen, maar dat is wel waar, want ze zijn regelmatig gevallen. En dat betekent dat wij de mensen vragen om alvast voor te bereiden. Kijk wat er buiten staat aan stoelen. Containers, alles wat los is, zorg dat dat vast staat, dat het niet meer weg kan spoelen. Zorg dat de dieren die je buiten hebt droog staan, maar ook dat je binnen de waardevolle spullen droog hebt staan. Hè? Want mensen kunnen ook zelf zorgen dat ze minder schade hebben. En wij zullen moeten leren leven met deze buien. Vanochtend ontstond er al wateroverlast in Vroenhof bij Houtem. Bij het laten leeglopen van een waterbuffer was het luik verstopt met hout. En daardoor veranderde de richting van het water en ontstond er overlast bij woningen. De brandweer en waterschap hebben het probleem opgelost. Het laatste nieuws over de hevige regenval en eventueel wateroverlast kun je volgen via onze website en de app Heuvelland Vandaag. En dan het coalitieakkoord. Gisteren kwamen na maanden onderhandelen PVV, VVD, NSC en BBB met het lange verwachte coalitieakkoord. Een strenge aanpak voor migratie, een halvering van het eigen risico en 130 km per uur waar dat kan. Maar er staan ook maatregelen in die de gemeenten raken. Bijvoorbeeld het schrappen van de spreidingswet. Is dat nou goed of slecht nieuws? We praten erover met 2 burgemeesters uit het Heuvelland. Wat ik goed vind aan de spreidingswet zoals die er is, is dat elke gemeente een verantwoordelijkheid heeft. Dat die wet zorgt voor een eerlijke verdeling van het aantal asielzoekers. Want nu zijn er gemeenten die heel veel doen en gemeenten die heel weinig doen. Dat moet eerlijker. Als die wordt ingetrokken, ja, dat betekent dat er weer twijfel gezaaid wordt. Van ja, wat moet je nu wel en wat kan wel en wat kan niet. Wilders noemt het dwangwet. En ik denk dat het goed is als dat van tafel gaat. En dat het Rijk gewoon via bestuurlijk overleg met de gemeente moet zorgen voor een eerlijke verdeling. En niet via dwang of een aanwijzing. Het hielp ons wel, hè, want het was dan duidelijk wat de opgave hier voor deze gemeente is. Dus wij, zal daar het college over hebben. En ik stel voor dat wij in ieder geval onze inspanningen blijven leveren voor humanitaire opvang. Veel gemeentes in Nederland maken zich naast de spreidingswet ook zorgen om de zogenoemde ravijnjaren. Door die ravijnjaren krijgen gemeentes de komende jaren fors minder geld vanuit de landelijke overheid. Dit zorgt bij veel gemeentes voor rode cijfers. Doordat nu een nieuwe regering komt, kunnen de ravijnjaren voorkomen worden.
De vlag kan nog niet uit. Hè, wat onze koepelorganisatie, de VNG, ook al heeft gezegd in haar eerste reactie, is dat de balans tussen de taken van gemeenten en de financiële middelen die we voor het Rijk krijgen, die balans die is nog niet goed. Dus ook met het nieuwe kabinet zullen we in gesprek moeten gaan over een betere, stabielere basis voor de gemeentefinanciën. Want het probleem van het ravijnjaar, de grote bezuiniging die op ons afkomt, dat is met dit regeerakkoord nog niet opgelost helaas. Dat is dus nog even afwachten. De Heuvelland-burgemeesters zijn vooral blij dat er nu een akkoord is bereikt. Ja, het is goed dat er een akkoord is. Dat betekent dat er ook snel een regering komt, want het land moet wel geregeerd worden natuurlijk. Of je nu links of rechts bent of een andere mening bent toegedaan, het is in het belang van ons land dat er nu snel een nieuw kabinet aantreedt wat een oplossing kan bieden voor de grote urgente problemen. Ja, dat we weer vooruit kunnen. Zeker, aan de gang. Het provinciebestuur zegt in een reactie niet blij te zijn met de weinige aandacht voor cultuur. De provincie Limburg is wel te spreken over de ambities voor armoedebestrijding en de maatregelen voor ondernemers. Limburg is nog steeds de provincie met het hoogste aandeel gelovigen. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. In Zuid-Limburg noemt bijna 70% zich gelovig. Naast het Rooms-Katholieke geloof is ook naar andere religies gekeken, zoals het Jodendom en de islam. Midden-Limburg heeft nog iets meer gelovigen. Daar ligt het percentage boven de 70%. De ontkerkelijking zet ook door. Waar 10 jaar geleden nog 53% van de Nederlanders gelovig was, is dat nu gedaald naar 42%. De gemeente Vaal stapte over op LED-verlichting. Alle straatlantaarns worden vanaf juni LED. Het gaat in totaal om ruim 1000 lampen die vervangen moeten worden. Wethouder Juliette Verbeek heeft geholpen om de eerste straatpalen te vervangen. De gemeenteraad gaf eerder groen licht voor de vervanging van de laadpalen. En dan nog het weer. Zaterdag is het vooral 's ochtends droog. 'S Middags kunnen stevige buien tot ontwikkeling komen, mogelijk met onweer. En ook dan kan er weer veel regen in korte tijd vallen. De maximumtemperatuur is 20 graden. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. En er staat weinig wind. Zondag, eerste Pinksterdag, wordt het iets droger met af en toe zon, maar de kans op een bui blijft bestaan. Het kwik loopt op tot 20 graden bij een zwakke noordelijke wind. En 's nachts koelt het af naar 15 graden. En tot zover het Heuvelland nieuws voor vandaag. Morgenavond om 7 uur zijn we er weer. En in de tussentijd kunt u terecht op onze website en in de app Heuvelland Vandaag. Ik wens u nog een heel fijne avond.